Het zorgverzekeringsdilemma goedkoop versus uitgebreid. Het kiezen van een zorgverzekering is lastig. We willen goede dekking, maar ook betaalbare premies. Dit zorgt voor een dilemma goedkoop of uitgebreid. Velen worden verleid door lage maandelijkse kosten. Maar is dit echt besparen of een recept voor toekomstige problemen? Het begrijpen van de verschillen is cruciaal. Deze video verkent de kosten en voordelen van goedkope versus dure zorgverzekeringen, zodat jij een weloverwogen beslissing kunt nemen. De afweging begrijpen, dekking en kosten. Goedkope verzekeringen betekenen vaak beperkte dekking. Je betaalt misschien minder per maand, maar meer wanneer je daadwerkelijk zorg nodig hebt. Dure polissen bieden meestal een meer uitgebreide dekking. Dit omvat meer behandelingen, specialisten en medicijnen. Zie het zo, een goedkope polis is als een kleine paraplu in een regenbui. Het beschermt je misschien een beetje, maar je wordt nog steeds nat. Een uitgebreide polis is als een grote, stevige paraplu. Je blijft droger en beter beschermd tegen de elementen. Verborgen kosten, de prijs van goedkoop. Goedkope verzekeringen gaan vaak gepaard met verborgen kosten. Hoge eigen risico's betekenen dat je meer uit eigen zak betaalt voordat de dekking ingaat. Beperkte dekking kan leiden tot onverwachte rekeningen voor niet gedekte behandelingen. Stel je voor dat je fysiotherapie nodig hebt na een ongeluk. Een goedkope polis dekt mogelijk slechts een paar sessies, waardoor je de rest zelf moet betalen. Een uitgebreide polis dekt mogelijk meer, of zelfs alle, benodigde fysiotherapie. De kleine lettertjes, contracten met zorgverleners. Lees altijd het contract met je zorgverlener. Het beschrijft wat wel en niet gedekt is. Let op eigen risico. Het bedrag dat je betaalt voordat de verzekering kosten begint te dekken. Eigen bijdrage. Jouw aandeel in de kosten voor elk bezoek of elke behandeling. Dekkingslimieten. Het maximumbedrag dat je verzekering betaalt voor specifieke behandelingen. Uitgesloten dienstenbehandelingen of diensten die niet door je polis worden gedekt. Experts zoals Mirjam Prins, een gezondheidseconoom, waarschuwen ervoor om niet alleen op de prijs te focussen. Ze benadrukt dat het kiezen van een zorgverzekering een complexe beslissing is die verder gaat dan alleen de maandelijkse premie. Prins benadrukt het belang van het begrijpen van de dekking en potentiële risico's. Ze adviseert consumenten om grondig te onderzoeken welke medische behandelingen en diensten worden gedekt door hun polis en welke niet. Dit kan helpen om onverwachte kosten te vermijden. Ze wijst erop dat goedkopere polissen op de lange termijn vaak leiden tot hogere eigen kosten. Dit komt doordat deze polissen vaak minder uitgebreide dekking bieden, wat betekent dat consumenten meer uit eigen zak moeten betalen voor bepaalde behandelingen en medicijnen. De Nederlandse Zorgautoriteit, oftewel NZA, en de Autoriteit Consument en Markt, beter bekend als ACM, publiceren regelmatig rapporten over zorgverzekeringen. Deze rapporten zijn essentieel voor het begrijpen van de dynamiek van de zorgverzekeringsmarkt. Deze rapporten bieden waardevolle inzichten in trends in de markt, premieontwikkelingen en ervaringen van consumenten. Ze helpen consumenten om geïnformeerde beslissingen te nemen door hen te voorzien van gedetailleerde informatie over de prestaties van verschillende verzekeraars. Ze benadrukken ook het belang van het zorgvuldig vergelijken van polissen. Door gebruik te maken van online vergelijkingstools kunnen consumenten de verschillende opties naast elkaar leggen en een weloverwogen keuze maken die past bij hun persoonlijke en financiële situatie. Het is cruciaal om niet alleen naar de prijs te kijken, maar ook naar de dekking, klanttevredenheid en de reputatie van de verzekeraar. Het digitale tijdperk online hulpbronnen en vergelijkingen. Gelukkig is het vergelijken van polissen gemakkelijker dan ooit. Veel websites en apps bieden vergelijkingstools. Hiermee kun je je behoeften en voorkeuren invoeren. De tool genereert vervolgens een lijst met geschikte polissen, gerangschikt op prijs en dekking. Dit maakt het vinden van de juiste balans tussen kosten en dekking beter beheersbaar. Vergeet echter niet dat online tools slechts een startpunt zijn. Lees altijd de volledige polisdocumenten voordat je een beslissing neemt.
lange termijn gevolgen, gezondheid en financiën. Het kiezen van een goedkope verzekering kan gevolgen hebben voor de lange termijn. Stel je voor dat je een noodzakelijke behandeling uitstelt vanwege de kosten. Dit kan je gezondheid verslechteren en leiden tot duurdere ingrepen later. Financieel gezien kunnen onverwachte medische rekeningen verwoestend zijn. Een plotselinge ziekte of een ongeluk kan leiden tot schulden of financiële moeilijkheden, vooral met een beperkte dekking. Weloverwogen beslissingen. Nemen tips voor consumenten. Het maken van weloverwogen beslissingen is cruciaal voor je financiële en persoonlijke welzijn. Hier zijn enkele tips om je te helpen bij het kiezen van de juiste zorgverzekering. Beoordeel je behoeften. Denk na over je gezondheid, medische geschiedenis en potentiële risico's. Overweeg welke zorg je in het verleden hebt gehad en welke zorg je mogelijk in de toekomst nodig hebt. Dit helpt je om een polis te kiezen die het beste bij je past. Vergelijk polissen zorgvuldig. Focus niet alleen op de prijs. Kijk naar wat elke polis biedt en hoe deze aansluit bij jouw specifieke behoeften. Een goedkopere polis kan op de lange termijn duurder uitpakken als deze niet de juiste dekking biedt. Kijk naar dekking, eigen risico's en eigen bijdrage. Het is belangrijk om te weten wat er precies gedekt wordt en wat je zelf moet betalen. Dit kan variëren per polis en kan een groot verschil maken in je totale kosten. Lees de kleine lettertjes. Begrijp de voorwaarden van je polis. De kleine lettertjes kunnen belangrijke details bevatten over uitsluitingen, limieten en voorwaarden die van invloed kunnen zijn op je dekking. Vraag deskundig advies. Raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur of expert op het gebied van zorgverzekeringen. Zij kunnen je helpen om de verschillende opties te begrijpen en de beste keuze te maken op basis van jouw situatie. Herzie je polis jaarlijks. Je behoeften kunnen veranderen, dus het is belangrijk om je dekking te herzien en aan te passen wanneer dat nodig is. Veranderingen in je gezondheid, levensstijl of financiële situatie kunnen betekenen dat je een andere polis nodig hebt. Door je polis jaarlijks te herzien, zorg je ervoor dat je altijd de beste dekking hebt voor jouw situatie. Conclusie: investeren in je welzijn. Het kiezen van een zorgverzekering gaat over meer dan alleen het vinden van de goedkoopste optie. Het is een proces dat zorgvuldige overweging en planning vereist. Je moet rekening houden met je huidige gezondheidstoestand, je toekomstige behoeften en de financiële impact van je keuzes. Het gaat over investeren in je welzijn en financiële zekerheid. Door te investeren in een goede zorgverzekering, zorg je ervoor dat je toegang hebt tot de beste medische zorg wanneer je die nodig hebt. Dit kan je helpen om sneller te herstellen van ziektes en blessures en om je algehele gezondheid en welzijn te verbeteren. Door de afwegingen te begrijpen, je opties te onderzoeken en weloverwogen beslissingen te nemen, kun je een polis vinden die zowel gemoedsrust als waarvoor je geld biedt. Het is belangrijk om de kleine lettertjes te lezen en te begrijpen wat elke polis dekt en wat niet. Dit kan je helpen om onverwachte kosten te vermijden en om ervoor te zorgen dat je de dekking krijgt die je nodig hebt. Vergeet niet dat de goedkoopste optie niet altijd de beste is. Soms kan een goedkopere polis minder dekking bieden, wat kan leiden tot hogere kosten op de lange termijn. Het is belangrijk om een balans te vinden tussen kosten en dekking, zodat je de beste waarde voor je geld krijgt. En soms kan een beetje meer investeren op de korte termijn je op de lange termijn veel besparen. Door te investeren in een goede zorgverzekering, investeer je in je gezondheid en je toekomst. Het is een investering die zichzelf kan terugbetalen in de vorm van betere zorg, minder stress en meer gemoedsrust.